It's party time! Ernest van Loon! Wat vlucht je dan je maar? Bir bakarsan geriye, kimler iz bırakmış, kimler gözden düşmüş diye. Dag lieve vrienden, een hele goede middag. Je kijkt naar een nieuwe Ernest Today. Rechtstreeks vanaf de Foobar hier in Gorinchem. Ja, Gorinchem, Gorinchem. Maakt niet uit hoe we het noemen. We zitten in de auto van Mr. Vast. Geweldige Ferrari. Ik denk dat ik hem gewoon aan het einde van de dag mee naar huis neem. Ik vind het eigenlijk wel een mooie Ernest Today directiewagen. We gaan zo nog even kijken naar een optreden van Ernst Zuidermeer. Live op het podium hier achter me. Leuk dat je er bent. Blijf kijken. En maak er een mooie middag van. Rechtstreeks op de beurs, de Foobar, staan we bij Mr. Vast. Voor de kijkers die Mr. Vast niet kennen, wie is Mr. Vast? Nou, Mr. Vast is eindelijk een vader van 4 kinderen. En een hele moeilijke jeugd gehad. Vandaar ook nu heel veel op social media de jeugd proberen mee te geven. Dat delen je een goed gevoel moet geven. Dat het niet alleen maar hark naar hark is. En als het goed gaat, dat je de tafel breder moet maken. En geen hek omheen moet lopen. Dat is een mooie gedachte. En als ik zo om me heen kijk hoeveel mensen er zijn, dan wordt je boodschap aardig opgepikt. Daar ben ik ook echt oprecht blij mee. En het is ook voor het eerst dat ik op een beurs sta. Ik wist niet wat ik van moest verwachten. Maar de opkomst is gewoon geweldig. Echt trots ook op de mensen die mij volgen. Oprecht ook dankbaar dat ze mij volgen. En dat ze mij hier vandaag niet alleen laten. Ja, maar ja, ik ben voor het eerst hier vandaag op de Foobar. Ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het leuk om jou te zien. En je hebt een mooie auto meegenomen voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Ja, dat is meestal wel een eye-catcher voor de kinderen. Jij ook, maar ik ook. We zijn allemaal opgegroeid met kleine speelgoedautootjes. En 9 van 10 keer was het ook een Ferrari. Dus ja, en hij is ook open. Dus ook een stukje meegeven aan de mensen van jongens, hey, let op, delen. Hij staat er en iedereen mag erin. Nou, ik vind het geweldig. Mag ik je nog hele mooie beursdagen toewensen? En heel veel succes met het uitspreken van die boodschap, want die hebben we nodig in deze wereld. Mr. Vast, dankjewel. Jij bedankt. Fijn dat jullie er vandaag zijn. Dankjewel, hè. Mijn linker en rechter ooghoek zie ik hem nu binnenkomen. Ernst, ben je er klaar voor? Jazeker, baba. Hallo, ben jij er klaar voor? Ja. Yeah. Yes, oké. Nou, dan gaan we gauw terug naar onze plek. Ernst, waar ben je, man? Achter je. Ha, kom. Ernst, maak een applaus voor Ernst. Jongens, alsjeblieft. En alles gaat dan door me heen, dat zie ik leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel verhuisd. Maar dat zal zich nooit spijten. Er was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven, zoals je moet wagen, daar had ik voor gekozen. Hier van de bank, met ik steeds aan je lach, alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Nou, dan staan we dan in de mixzone met de familie op de achtergrond. Ik moet toch even aan mijn grote vriend vragen of hij naar zijn zin gehad heeft. Ja, super.
Alleen, ik had één probleem. Mijn stem was helemaal naar de Mallemoer. Maar we hebben het goed opgelost door heet water te drinken. Ik heb de mensen wel zien klappen en zien juichen. Dus ik denk dat ze het mooi gehad hebben. Ja, dat is goed nieuws, jongen. Perfect. Perfect. Ik vond het leuk om je nou weer hier tegen te komen. Ja, jou ook. Was toevallig. Ja, jammer van die Polonaise, maar de mensen deden mee. Maar het was superleuk, het was supergezellig. Maar volgend jaar knallen we het helemaal op los. Dat gaan we zeker doen. Ja. We zijn hier op voor. Is dit je eerste keer op voor? Ja. Nee, hier wel. In Expo wel, maar ik heb er meerdere gedaan. En daar is mijn grote vriend Hammo ook. Dank u wel. Mannen, jullie hebben het fantastisch gedaan. Dank je wel. Dank je, ja. Ik heb ze natuurlijk al vaker gezien. Het is een prachtig stel met z'n tweeën. Dankjewel. Nou jongens, ik zou zeggen, neem even wat te drinken. Dankjewel, vriend. Ja, naast mij staat Murat. Je hebt me uitgenodigd. Dankjewel voor de uitnodiging. Hoe gaat het tot zover? Nou, goed. We hebben volle zalen. Mensen zijn tevreden. Vrolijke mensen. Ik heb heel veel blije mensen gezien ook. Wat doet dat nou met je als je zoveel blije mensen in de zaal ziet? Nou, we hadden een drukte verwacht. Maar zo'n drukte hadden we eerlijk gezegd zelf ook niet verwacht. Dus we zijn zeer tevreden. Nou, ik ben ook heel tevreden. Mag ik je nog een hele succesvolle beurs wensen? Dankjewel voor de uitnodiging en ik kom graag nog een keer terug. Nou, jij ook bedankt. Dankjewel voor je komst. Murat. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel en succes. Wil je meer zien en horen? Ga dan snel naar ernestvanloon.nl.